staan hier aan het voormalig kruispunt van twee gewestwegen, Grote Baan met Blanklaarstraat en Meldertse Baan. In de omgeving gekend als een historisch gevaarlijk punt. En we vonden het dan ook onze taak om dit kruispunt herin te richten als een veilige omgeving. We hebben dan gekozen voor een rotonde met vrijliggende fietspaden. Bij de opstart van het project merkten we eigenlijk wel dat dit echt een project is dat leeft bij de mensen. Mensen waren we eigenlijk blij dat we hier de omgeving gingen omvormen en dat we ervoor gingen zorgen dat alles veel veiliger zou zijn. En zeker voor de fietsers ook. En daarnaast liggen hier ook een aantal grote bedrijven in de buurt. En ook deze bedrijven hebben heel goed meegewerkt, waardoor dat we eigenlijk dit project heel gemakkelijk hebben kunnen uitvoeren. We hebben het bestaande kruispunt omgevormd tot een nieuwe rotonde. We hebben hiervoor gekozen om gewapend beton aan te leggen, omdat dit een heel duurzame oplossing is en omdat hier vrij veel vrachtverkeer per dag passeert. En tenslotte hebben we nieuwe bushaltes gelegd en die bushaltes die zijn toegankelijk voor minder valide en voor blinden en slechtzienden. Binnen het project hebben we een heel vlotte communicatie gehad met de omgeving, zowel met de bewoners als de handelaars en de bedrijven, als ook met de aannemer. Het is ook dankzij die goede samenwerking dat we dit project vlot tot een goed einde hebben kunnen brengen. We zijn ook heel tevreden met het resultaat.